En ik krijg net een laatste nieuwtje binnen. Want de Europese gasprijs is deze ochtend met bijna 1/3 omhoog geschoten. Dat is na het besluit van het Russische Gazprom om de pijplijn Nord Stream 1 dicht te houden. Nord Stream 1, moet ik zeggen. Met gigantische gevolgen dus. De Europese gasprijs stijgt met maar liefst 31% door dat besluit. Hmm. Dat is nogal nieuws, mevrouw Bruinslot. Volgens mij zag ik u ook net tussen de blokken door even met de telefoon weglopen toen dit naar buiten kwam. Ja, dat zijn natuurlijk enorme, dat is een enorme stijging. En het is ook wel apart, hè, dat die Russen steeds met dat onderhoud bezig zijn. Maar we wisten toch dat dat nep was? De andere kant is, het gaat wel heel goed voor, met het vullen van onze gasopslagen. We zitten bijna op de 80%. Dus we doen wel alles ervoor om ervoor te zorgen dat die gasvoorraden aangevuld zijn, ook voor de winter. Maar of het genoeg is, dat weten we natuurlijk niet. Nou, maar we doen in ieder geval ons uiterste best. En we hebben ze, en het gaat snel, en het gaat goed. Maar dat dit ook gewoon weer effecten heeft op de rekening, dat is gewoon echt stevig. Ja, wat gaat dit besluit voor ons, de Nederlanders, betekenen? Dat is echt lastig, denk ik, om nu al gelijk een inschatting van te maken. Want je weet niet wat de Russen doen, of ze hem toch weer opengooien. Ik weet dat ondertussen men in Europa ook met de energieministers echt aan het spreken is van hoe moeten we hier nou precies mee omgaan. Dus ik kan daar op dit moment niet een duidelijk antwoord op geven. Behalve dat we aan onze kant gewoon ons best doen om de gasopslagen zo goed mogelijk te vullen. En dat gaat de goede kant op. Dat betekent wel dat onze eigen gasvoorraad onder Groningen met 1/3 in waarde gestegen is. En er zit een paar 100 miljard aan gas daar onder de grond. Dus dat, reken maar uit, 1/3 meer. Dat is voor de schatkist een ongelooflijk goed nieuws. Ja, maar we hebben ook in Groningen zien we dat mensen daar... We hebben nu ook een parlementaire enquête naar Groningen, naar de gaswinning daar. De staatssecretaris heeft natuurlijk ook aangegeven dat het laatste... maar het laatste wat je ooit zou willen is dat je het Groninger gas nog extra moet aanboren om ook de ellende die dat de afgelopen jaren daar heeft veroorzaakt. Ik weet, als mensen moeten kiezen tussen heating or eating, dan is het natuurlijk toch ook wel ernstig. Ja. Ja, dan pak je heating, neem ik aan, hè? Ja.